Het was traditiegetrouw weer erg druk woensdagavond op het plein bij de Grote Kerk in Os. Daar werd het jaarlijkse culturele evenement Het Vierde Beeld gehouden. Dat stond dit keer helemaal in het teken van fotografie en de vele aspecten daarvan. De avond werd gepresenteerd door de bekende Ravensteinse fotograaf Theo Oudenaard. En hij gaf het woord aan een aantal van zijn collega's die vertelden over hun werk en wat er allemaal bij komt kijken. Zoals nieuwsfotograaf Ruud Rogier, die vertelde dat niet iedereen zomaar op de foto wil. Zoals een politieagent die hij toen maar onherkenbaar van de achterkant fotografeerde. Hij moet ogen in zijn rug hebben gehad hoor, want hij draaide zich pissig om. Ik zei toch, ach man, ik neem je gewoon van achter en ben dan snel klaar. Ja, dat had hij niet goed begrepen. Hij stond op het punt om mij in gijzeling te nemen wegens belediging van ambtenaar in functie. Tijdens de avond was er natuurlijk veel fotomateriaal te zien. En om de toespraken wat af te wisselen was er ook muziek van de CJ's en zangeres Babs van Balveren. Het publiek zelf ging uiteraard ook nog even op de foto. En dan maar even net doen of je dat niet wil. Levert in ieder geval een leuk plaatje op.